rijden vandaag in Wassenaar op het Stadhoudersplein. Maar twee paraplu'en. Super lekker. De zomer van 2020 wordt anders dan dat we gewend zijn. Denk nou eens even gewoon logisch na. We zijn vandaag bij de Luifelbaan in Wassenaar. We gaan vandaag vragen hoe ze kerst 2020 hebben beleefd. Hoe ze er tegenaan kijken dat de vaccinaties in Nederland later zijn dan in Europa. En wat vinden ze van al die complottheorieën? Hoe is kerst 2020 voor jullie geweest? Vreselijk. Ja? Ja, mijn zoon heeft eindexamen gedaan in het coronajaar. Dus dat was eigenlijk geen eindexamen. En nu is het ook natuurlijk nog steeds maar afwachten wat het allemaal gaat worden. En niet op vakantie. Extreem rustig. Ja, vrij rustig. Ja, mijn zoon en schoondochter zijn geweest. En dat was heel gezellig. Het was echt een vrolijk voor mij. Ik heb met mijn vriendin gevierd hier in Wassenaar. In de vakantiepark hier in Downrail. En het was echt leuk voor mij. Hoe was voor u de kerst dit jaar? Gewoon rustig. Stilletjes. Ja? Ja, met z'n tweeën gewoon. Een klein beetje anders. We hebben het heel klein gedaan met onze twee kinderen. En dat was op zich gezellig. En normaal gesproken? Ja, dan zit er wel eens vaker iemand anders ook nog bij aan tafel. Nooit een heel groot gezelschap, maar wel iets meer als nu. Normaal gesproken is het heel anders? Ja, dan ben je met de hele familie. En nu was het één dag een pyjama-dag. Ja, dan hebben we altijd een logé uit Breda. En die mocht nu niet reizen. Nee. Vanwege de verpleging daar. Ja. Okay. En andere jaren, is het anders? Ja, heel anders. En voor jou? Voor mij was die ook anders. Stiller, hè? Was het... Allemaal de familie in gedeeltes thuisgekomen en ook de familie apart op bezoek. En ook jammer dat in Soefieke dat kerstdiner niet door kon gaan. Maar ze hebben er wel iets heel moois van gemaakt. Ze hebben toch heel mooi de tafels gedekt, hè, mevrouw van der Heijden? Ja, zitten we met de hele familie rond de tafel, een man of 10, 12. Wat vinden jullie ervan dat Nederland behoorlijk achterloopt met het vaccineren? Vreselijk. Daar is volgens mij ook helemaal geen reden voor. Nou ja, wat er nu gebeurt in Duitsland en in Oost-Europa, dat zijn vooral symbolische vaccinaties. Dus wij gaan geloof ik vanaf 6 januari echt meteen bam volop vaccineren. Dus echt in een grote hoeveelheden. En in Oost-Europa is het nog een beetje kleinschaliger dan bij ons straks. Okay. Dus ja, op zich, en als hij er is, wil ik hem zo snel mogelijk nemen. Ja, nou, ik vind het niet zo'n probleem. Ik denk een week of twee weken dat ook nog wel... Dus ja, nee. Ik heb daar niet zo moeite mee. En ik hoor om me heen ook heel vaak de mensen het niet eens laten doen. Dus. Oké. Okay. Ja, jammer, want zoiets weet je toch al heel lang van tevoren. Dat een keer gaat gebeuren. Ik heb, in mijn land heb ik medisch laboratoriumwetenschap gedaan. Dus ik ken een beetje wat die wachten gaat over. Daarom ben ik niet bang. Als het mogelijk is... Ga ik vaccineren. Ja. Wat vindt u ervan dat wij later zijn? Ja, dat vind ik flauw. Dat vind ik flauw, want we hebben daar die 8-3 maanden ook op gesloten gezeten. Ja, ik heb gisteren meneer Continuo op de televisie gezien. Ja, die man heeft al een beetje gelijk. Maar ja, waarom ze dat doen, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Hè, maar ik denk dat het een beetje ambtenarij is. Ik kan er niks aan doen, dus ik had ook liever dat ze vandaag waren begonnen. Of gisteren. Want u gaat wel zo'n vaccinatie nemen? Ja, zeker weten. Ja? Ja, ja, natuurlijk. Ja, u ook? Zeker. Ja? Ja. Wat vindt u ervan dat Nederland wat achterloopt met het vaccineren op andere landen? Ja, dat maakt toch niks uit. Die 1 of 2 weken, dat maakt het verschil niet hoor. Dus nee. Geen probleem. Hebben jullie veel wappies in de buurt? In de omgeving? Gelukkig niet. Of zijn jullie... Ja, ik zou het gewaar, jullie zelf een wappie? Nee. We zijn ook gelukkig zelf geen wappies. Nee, daar geloof ik totaal niet in. Nee, geen... Nee, geen nee. Dat heb ik helemaal niet. Nee. Nee. Als Bill Gates ons allemaal zou willen injecteren met een chipje, dan was dat al lang gebeurd. Dus dat is allemaal flauwekul. Je moet niet alles geloven wat er op internet staat. Ik werk in een supermarkt, dus ik hoor nogal wat voorbij gaan. Maar nee, dat vind ik onzin. Dat vind ik echt onzin, ja. Ja, daar stoor ik me niet zo aan. Want je ziet toch ook wel dat mensen heel erg ziek van kunnen worden. Wat vind je van alle complottheorieën? Ik geloof ze niet.
I don't believe in the conspiracy theories because I know what it means to get infected with the virus. Like, I know exactly what getting an infection is, so I wouldn't believe all the conspiracy theories and some people also saying that it's because of the 5G network or something like that, but ik geloof dat niet. Ja, dat is allemaal flauwekul. Onzin. Mensen zitten dat te verzinnen. Slaat helemaal nergens op. Mensen gaan toch ook allemaal griepprik halen. We zijn ook allemaal tegen de pokken ingeënt vroeger, toen we klein waren. He? En, maar ja, god, er zijn altijd mensen die het niet willen. Nou, prima. Als er maar niet zoveel zijn. Ik vind het een beetje jammer dat mensen niet willen begrijpen dat ze sommige dingen gewoon moeten aannemen zoals ze zijn. En dat ze daar allemaal van alles omheen gaan bedenken wat gewoon niet waar is. Er bestaat allemaal fake news en ja, je moet dat wel kunnen onderscheiden van elkaar.